Frank Korpershoek is al 10 jaar een vaste waarde in het elftal van Telstar. En na deze zomer begint de Steven Gerrard van de Eimond aan zijn 11e seizoen voor de Witte Leeuwen. Ondertussen traint de 31-jarige IJmuidenaar ook nog eens de jeugd van Koninklijke HFC. Ik hou er zoveel plezier uit. Ik vind het zo leuk om te doen. En als je de energie en het plezier van die gasten ziet, dan geef je dat zelf ook weer energie en plezier. Je wil ook betrokken blijven bij voetbal. Een deel van je leven, een heel groot deel van je leven zelfs. Ja, en als je op deze manier daarbij kan betrokken kan blijven, dan is dat voor mij een hele mooie manier in ieder geval. Welke bal mag absoluut niet meer gespeeld worden? Ja, want op het moment dat je de bal naar de andere kant wordt gespeeld. Het is zijn derde jaar bij de B1 van HFC. Het elftal van Korpershoek doet het zeker niet onverdienstelijk. De Haarlemmers kunnen nog promoveren en staan in de halve finale van het bekertoernooi, waar het twee klassen hoger ingedeelde AFC de tegenstander is. Veel plezier. Zet hem op, boys. Succes. Kom op, boys! Ik vind het mooi om dit soort wedstrijden te mogen spelen. Of je nou zelf op het veld staat of als trainer er staat. Is het gewoon, blijft het een bijzondere wedstrijd. Halve finale van de beker. Tegen AFC. Soortgelijke clubs. HFC, ja, AFC. Dat, gewoon leuk om dat soort wedstrijden te spelen. En natuurlijk kriebelt het een beetje. Ja, is goed gecoacht, Sam. Hij heeft het bij Telstar vaak met Anthony Correa over het trainersvak. Correa is trainer van de senioren van VVH uit Velsenbroek. Korpershoek heeft het bij de jeugd uitstekend naar zijn zin, al zijn die verschillen uiteraard groot. Je hebt ook nog te maken met het feit dat ze vanaf de senioren komen en daaronder is het altijd maar opleiden en zorgen dat je goed aan de bal wordt, weten waar je gaat staan. En nu komen er gewoon andere dingen kijken, hè. Ze ontdekken wat meer buiten school. Ze zijn met een vriendinnetje bezig, ze gaan voor de eerste keer uit. Maar ook voetbal wordt anders. Het gaat meer om winnen. Het gaat, je krijgt meer mannelijk voetbal. Je gaat al richting het seniorenvoetbal. En die omslag is nog wel eens lastig te maken voor die jongens. In de bekerwedstrijd tegen AFC neemt HFC verrassend de leiding. Om niet langer na de Amsterdammers weer langszij te laten komen. Maar na strafschoppen de beslissing moeten brengen. Ja, nou wordt het gokken. Fantastische wedstrijd hebben gespeeld en je mag ook trots zijn op jezelf, hè, dat je zo ver komt, halve finale tegen een goede tegenstander stand houdt, kop omhoog naar binnen straks, trots zijn op elkaar, goed gedaan jongens. Wat heeft de trainer Frank Korpershoek hiervan onthouden van deze wedstrijd? Ja, dat ik het gewoon mooi vind dat zij buiten hun comfortzone stappen door op een andere manier te gaan spelen. Ze krijgen toch een paar andere opdrachten mee, je speelt tegen een team wat aan de bal beter is, dus je staat wat compacter te verdedigen. Ja, en als je dan ziet hoe ze het kunnen uitvoeren, dan is dat ongelofelijk. En het is alleen maar mooi om te zien als trainer dat ze dat dan zo uitvoeren. Het is wel zo, het seizoen zit er bijna op en dan valt dat elftal uit elkaar. Hè? Dan gaan er een aantal hoger, dan gaan er misschien een paar stoppen. En dan kan je volgend jaar weer met de B1 opnieuw beginnen. Mooi is dat. Ja, uiteindelijk is dat het leukste om te doen. Het hele proces wat je weer opnieuw gaat starten. Er blijven er wel een paar. Maar dat hele proces is zo leuk om te doen met die gasten. En als je dan ziet dat je aan het einde van het jaar ze een paar opdrachten meegeeft en dat ze dat ook goed uitvoeren, dan denk ik dat mijn werk wel aardig gelukt is weer. Hier spreekt een tevreden jeugdtrainer die ook als voetballer straks happy aan jaargang 11 bij Telstar gaat beginnen. Pas als zijn eigen actieve carrière voorbij is, komen de volgende stappen in het trainersvak. Al sluimert daar al wel die droom. Nou ja, goed, er is maar één club voor mij die wat echt een voorbeeld is en dat is Barcelona. Dus ik hoop daar ooit nog een keer mee te draaien. En of dat nou een stage is of een meekijken in de keuken of als trainer daar nog een keer aan de slag te mogen. Dat is een droom voor mij. En wie weet te hoog, wie weet haal ik het. Dat gaat de toekomst uitwijzen. Maar het is nooit verkeerd om te dromen. Hè?